Ik kan gerust met de vroeger bus in die ochtend komen. Het is moeilijk, man. Ik reis om die pad bij die bus altijd. Hij kan niet eindelijk vroeger. Het is niet lekker om zo'n Piet ding is elke ochtend bij die bus altijd jouw bus te zitten wachten. Die juffrechter is mee bij jou altijd te wachten. Ik zal glad niet omgeven. En wat helpt het dan? Wat jou wat? Om vast uit te gaan en jij en jou oud loopt neersam van die bus altijd af. Dus het is erg genoeg om met twee verschillende bussen te rijden. Ik weet, maar je vraagt niet meer bij jou altijd te wachten. Ik zal niet s'nachts doen of iets. Hoe kom je zo'n tas zoveel zwaarder als mijne? Ons hele zelfs de boeken heet ons niet. Hoe kan mijn tas zwaarder wees als jou nou? Ach, je verbeel jou net. Ik weet niet hoe krijg je ding ooit gedraan nie. Gelukkig draai jij dit nou. Maar voor ek... Dit ek nie elke dag mijn bibliotheekboekje saamgepik. Je ziet, het is die dat hy zwaarder is. Ik heb nooit zo lang gedaan. Daar is fout met meneer de Wet. Wat is fout? Ik wens ik het geweet. Sandra sê... Nee, wacht, laat ik niet kunnen. Mens hou nie op om te dink as jy eers begin het. Man, ek gaan my nie soos ander meisiekinders met stories ophang. Maar jy insinueer. Is nie. As ek sê daar's fout met meneer de Wet, dan is dit nie 'n insinuasie nie. Dit is 'n feit. Almal kan dit sien, man, of is jy blind? Ek sien niks. Dan is jy blind. Ek wil gaan sokkerjol. En ek? Hoe bedoel jy nou? Moet ek dan alleen hier rondsit terwyl jy 'n bol rondskop? Wanneer gaan dit lyk, man? Maar ek het altyd sokker gespeel voor skool. Ons almal. Nie die ouens wat vas uitgaan nie. Kom, ons gaan kry 'n lekker plek en dan kan ons sit en gesels. Morgen, mevrouw. Morgen, Christo. Kan ik helpen? Weet u het ook waar juffrouw Brevert is? Ik wil haar gaan zien, vrouw. Zeg net een oomblikje uit. Kan ik helpen? Ach, er is allemaal iets wat getikt moet worden. Niet bij je land, maar ik tik te slordig. Geen maar van mij, dan doe ik het graag voor jou. Ik wil niet moeite maken, mevrouw. Als het vertrouwelijk is, is het maar beter dat ik het doe, Christo. Mensen weten niet met die nieuwe lingen. Als ze nog weggaan? Ik weet niet. Zij heeft nog niet weer iets gezien, nie. Weer zo'n stuk. Mag eens zien het weer te vullen gerechten verspreid van alle de school. Ik zou even die eerste besluiten. Om jullie in de eerste klas om dadelijk te vertellen dat ik bedank het om verder te gaan studeren. Zet kan. Vroeger jaren is zo'n ongedisciplineerdheid mij waarschijnlijk die duivel ingemaakt het. Maar omdat ik ouder is en een beetje wijzer, besef ik dat het maar net jullie onvolwassen manier is om voor mij te zeggen dat jullie of blij of jammer is dat ik wegga. Ik hoop jullie is jammer. Want ik is jammer. Het gaat voor mij baie moeilijk wees om gewoon te raak aan dat Akademie Hoër niet meer onlosmaakbaar deel van mijn leven is. Nie. Maar ik troost mij daaraan dat jullie ook die einde van het jaar die school gaan verlaten. Zo op een noot van afscheid dan, maak ons vandaag klaar met die Zuid-Afrikaanse geschiedenisleerplan. In 1906 het die algemene verkiezing bewys dat Milner se immigrasiebeleid mislukking was. Smuts en Botha se hetvolkpartij het met 'n oorweldigende meerderheid gewen. Dit was die einde van Milner se anglisasiebeleid as ook sy imperialistiese droom. Dan kyk julle my so. Julle hoor nie 'n woord wat ek sê nie, al uit julle boeke. Mevrouw? Is dit die voorraden lijsten, dokter? Is dat fout, mevrouw? Is met die lijsten? Is u ontsteld? Echt, dokter? Nee. Is die lijst in orde, dokter? Zover ik kan zien, ja. Maar mevrouw... Ik zal het vanmiddag getikken, dokter. Juffrouw, ik wonder... O, my goeiste.
skoon my, maar gaan iemand trou wat ek nie van weet nie. Ek is skaam, man. Jou skaamheid kry jy ook al altyd dit alles uit. Ek kan dit nie help nie. Jy het jou moeder. Ek gee nie om maar sê nou hy sê nie. Nooit nie. Ek beloof jy sal. Hy sal, maar mevrou Dina, sy moet net weet nie. Sê nou ons vir haar ook. Ek weet nie. Kom ons hoor eers by dokter Kroonie, dan sy sal gaan daar. Nou toe kom Annelie, twee is beter as een. Staan jy op pauze by die meisjes gesels. Wat gaan aan, man? Hulle wil meneer de Wet verras. Hoekom? Net die weg gaan natuurlijk. Voor my snaakste weg gaan. Voel net die recht nie. Môre, juffrou, juffrou, ons moet dringend met dokter Kroonie praat. Het julle afspraak gemaakt? Nee, juffrou, nee. Dis te dringend. Dis oor meneer de Wet, ons reël sy afskeid. Ons moet iets met dokter Kroonie klaar, sy toestemming kry. Mevrou Duvenaal gemaakt eindelijk dokter Kroonie se afsprake. Sy sal net half nou as ek skielik begin inmeng. Maar juffrou, dis dringend, vreeslik dringend. Wel, is dokter op die oomblik besig? Goed, laat ek net sien. Ja, is daar iets fout? Mevrou, hulle wil baie graag 'n afspraak met dokter maak, is dringend. Dokter is besig. Ja, ek weet mevrou, dis juist wat ek wil uitvind, maar dis dringend. Niks is dringend genoeg om dokter te steer as daar nie afspraak gemaak is nie. Waaroor wil julle dokter spreek? Mevrou, ons wil net weet of die standaard 10A klas van meneer de Wet afskeidsgeselligheid kan reël in die personeelkamer. In die personeelkamer. Ons is seker dokter sal instem, mevrou. Dokter is nie die een wat moet opruim nie. Hoekom reël julle dit nie in die saal nie? Meneer de Wet is nie eintlik 'n saalmens nie. Weet julle gedink om te nooi? Ag mevrou, hoofsaaklik net die 10A's en dan so een of twee onderwysers. En natuurlik jouself en juffrou Briewer. Nou maar goed. Ek sal met dokter praat. Julle kan môre kom hoor. Goed, dankie. Dankie mevrou. Totsiens juffrou. Dankie juffrou. Totsiens. Juffrou. Dis net ongehoord dat dokter gesteer word as ek nie hier is nie. Niks is dringend genoeg om hom te steer nie. Kyk nou hoe maklik is hierdie saak afgehandel. Dis nie 'n saak om hom mee lastig te val nie. Juffrou, ons taak is om sy taak ligter te maak. Nie om vir hom meer werk te gee nie. Begryp jy dit? Ja, mevrou. Wat het jy besluit, mevrou? Klink vir my na 'n verdienstelike versoek. Ek sien net hoor wat dokter sê. Dingetjies wat ons met reël vir meneer de Wet se afskeid. Dink jy regtig hy sal weggaan? Hulle sê hy wou van die vorige keer bedank, toe die kinders hom omgepraat om te bly. Want hierdie keer is dit anders. Kan jy dit nie sien nie? Ek kan niks sien nie. Dan is jy blind. Jy het dit al gesê. Sal jy my tas by jou hou tot die klok lui? Ek moet draf. Tia, wag seker al. Dis is al weer laat. Kom net al uit die klok en ons nog honderde dinge reël. Het jy al die naam en telefoonnommer? Ja, Egbert en Bertus het alles in die jaarboeke gekry. Wanneer? Môre, juffrou. Is mevrou die vanaand gehaal hier? Sy is op die oomblik met dokter Kroonie in die kantoor. Ons wil net weet of ons personeelkamer kan kry. Dokter Kroonie sê dis in orde, maar julle moet ons die presiese datums gee en julle sal moet opruim daarna. Goed. Ons wonderlik. Kom aan. Dankie vir dit. Tia. Ja, juffrou. Baie dankie dat julle my uitgenooi het, maar ek sal nie kan gaan nie. Ag nee, dit is jammer, juffrou. Maar juffrou, almal wil juffrou vreeslik graag daar hê. Nee, dis nie moontlik nie. Ek wil graag hê dat julle vroegtydig weet. Baie dankie in alle geval. Sê maar as juffrou kan kom. Totsiens, juffrou. Totsiens. Dankie, ek sal.
Dit zal ook binnenkort iets van die verleden wees. Die stapels, stapels nasien werk. Ja, ik denk dat is een ding waarna ik niet gaan terugverlang nie. Skam jou, Christo. Ik heb nog altijd gedink is opwindend. Opwindend, hoor je wat ik sê? Om te sien of die kinders recht verstaan het. Of hulle die antwoorden recht het. Soos een lucky packet. Ja, het is nogal een gelukspakkie. Vooral geschiedenistaken. Je weet, ik denk ik gaan het toch missen op een snaakse manier. Mens leer die kinders ken, het hulle oor een onderwerp besin. Ja. Ja, ik denk toch ik gaan het mis. Dus hoe kan jy so dink? Hier in die personeelkamer, bezig met nasienwerk, wedel vir 'n kopie tee. Meneer de Wet, dit is een verrassing. Ik dacht, je is wel al lang kan verlaat. Of verbeer het mij dat ik hoor dat je het bedank. Kan ik ook over? Zeker. Meneer Lemmer, dit is een verrassing. Ons zien je nooit in die kantoor nie. En die bloemen? Mevrouw Waasje, is juffrouw Bewer. Daar zeg. Hoe kom? Kan ik helpen? Nee, dank. Juffrou, ek ben juffrou, ek. Noem my Engelkie. In plaas van Engela. Engela klink so lang en oefendrag. Hier is vir jou blom as jy saam met my kom. Natuurlijk. Maar waarheen? Juffrou Ruitenbach gevra wat ons meer kan gee as 'n afskeidsgeskenk. Toe sê sy dat meneer al hierdie kinders baie na om meneer se haar dra. En daarom het ons probeer dat soveel van hulle moontlik vanaand hier teenwoordig kan wees, sodat hulle kan sien hoe mooi juffrou Ruitenbach regtig is. Behalve dankie.